Het is bijna lammere tijd, dus de ooien werden zaterdag weer geschoren. Dit gebeurde bij Frank en Femke de Groot aan de Vonderweg in Beekendonk. Ook dit jaar was er weer heel veel belangstelling voor dit evenement. Hoe is jouw naam? Jorrit. Nou, Jorrit, je hebt gekeken naar het scheren van schapen. Het heet de ooien. Maar hoe vind je dat, schapen scheren? Het ziet er zo grappig uit. Ja. Maar in ieder geval, jij hebt een winterjas aan. Ja. Hier is het koud. En de schapen die gaan scheren. Ik weet waarom dat ze dat doen. Omdat ze met brood in de schreef kinderen krijgen, zeg maar, kleine schaapjes. Ja, oké. Hoe is jouw naam? Koos van Lieshout. Wat heb je nou in je handjes? Schapenwol. Oké, je hebt net gekeken hoe dat ze een schaap deden scheren. Ja. Hoe vond je dat? Vond je het leuk? Best wel interessant. Ja? Was dat de eerste keer dat je dat zag, het schapen scheren? Of ga je elk jaar kijken? Het is de eerste keer. Is het een stukje lamsvlees? Oh, graag. Ja? Is het lamsroulade? Ik heb het nog nooit gehad, maar ik ga het proeven. Nou, laat het u smaken. Inderdaad, het smaakt goed. Ja, goed hè? Het is echt jong lamsvlees. Ja, ik moet niet aan het lammetje denken, maar het smaakt goed. Nee, maar ze hebben het heel goed hier, dat scheelt hè? Ja. Ja, kun je maar iets zeggen.